Ik ben Francine van den Berg en ik ben adviseur bij een ingenieursbureau. Nou, dat is een hele leuke baan waarin je voornamelijk gemeentes adviseert op het gebied van riolering en stedelijk waterbeheer. We krijgen van de gemeente basisgegevens aangeleverd over hun rioolstelsel. Dus hoe diep liggen de buizen, wat voor afmeting hebben de buizen, op welke locatie zitten de putten. Nou, die zetten wij in ons eigen model. Daar gaan we aan de slag en daar doe je een paar controleslagen overheen om te kijken of alle informatie die je hebt, of de juist is en of je de goede basis hebt om mee te kunnen gaan rekenen. Nou, bij de gemeente ga je dan vaak bespreken, zijn de gekke dingen die naar boven komen. Dan gaan we weer aan de slag om te bedenken, goh, waar kunnen we dan zoeken naar oplossingen in het rioolstelsel. Het zoeken naar oplossingen voor de knelpunten die in zo'n rioolstelsel optreden, in tijdens zo'n herberekening. Dan moet je wel bedenken van, goh, ik kan bijvoorbeeld gaan afkoppelen, ik kan de riolering vergroten. Ze zijn allemaal mogelijk, maar wat is de beste? En daarin zoeken en ja, gewoon mee stoeien om dat voor elkaar te krijgen. Als het goed is. Ik kan wel zeggen dat ik in 2010 bijvoorbeeld mijn riool wil vervangen. Maar ja, als die wegbeheerder in 2009 zegt ik ga mijn weg opknappen, dan vindt hij het niet fijn als het in 2010 weer open moet om het riool eruit te halen. Dus dat vergt wel heel veel afstemming, maar dat is dan op gemeentelijk niveau. Maar waar je wel rekening mee moet houden natuurlijk ook in dat soort plannen die je opstelt. Dus dat vind ik wel een stukje creativiteit. Het is niet zo dat je zegt van, oh, als er dit gebeurt dan volgde daarna dat. Ja, dat het uit een model rolt of wat of zo. Dat is wel allemaal eigen inzicht. Je bent niet alleen maar de hele dag aan het tekenen of je bent niet de hele dag alleen maar aan het berekenen. Maar je doet gewoon verschillende aspecten van het vakgebied. Vind ik zelf wel heel erg leuk. Aangezien ook zeg maar, vooral die duikenleidingen heel veel doen. Riolering staat niet altijd op zichzelf. Het is natuurlijk ook vaak zo dat er een herinrichting is van een wijk. Dat de wijkwoningen worden gesloopt, nieuwe wegen worden aangelegd. En dat riolering een onderdeel is van het hele plaatje van de reconstructie. En dat je dan dus samenwerkt met de mensen die dus zorgen voor die andere aspecten in het gebied. Dus meer civiel-technische mensen die kijken naar het wegontwerp en dat soort zaken. Het heeft ook wel een maatschappelijk belang. Want als het er niet zou zijn, dan zouden we wel een probleem hebben. En juist dat je daar toch mee bezig bent met zaken die wel essentieel zijn, ja, vind ik ook wel heel leuk. Vroeger hadden de bewoners, omwonenden van deze locatie dus overlast. Vroeger hield hier de sloot op. Daar zat een overstort op. Daar kwam het rioolwater dus, kon daar uitkomen. Wat we nu hebben ontworpen is dat we een bergbezinkbak hebben aangelegd. Of we hebben het ontwerp gemaakt, is later aangelegd. Dat is een lange pijp, die ligt helemaal daar tot daar in het land. En met de overstort daar ver achteraan. De voordeel van deze bak is dus dat de omwonenden in ieder geval hier geen last meer hebben. De putten en de schakelkast is nog het enige wat je ziet van het ontwerp. Het gekke van ons werk is dat als je het hebt ontworpen en het is gerealiseerd, dat het niet meer zichtbaar is. Waardoor het ook niet spreekt voor mensen. Zolang zij geen hinder ondervinden van de riolering, dan klagen ze niet en denken ze ook niet van, goh, wat is riolering en ik heb er last van. Het is het gekke van, maar dat houdt wel in dat je het werk goed doet.